Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag, ik ben nu zojuist bij Stanley aangekomen en zoals jullie kunnen zien, ik heb hier een voetbal mee voor Stanley. Daar ga ik zo meteen meer over uitleggen. Ik ga vandaag wat leuks doen met Stanley. Ik ga namelijk wat vrijheidsdressuur doen en voetballen. Ik moet wel eerlijk zeggen, Stanley kent geen hogeschool vrijheidsdressuur. Ik heb het heel lang geleden met hem wat kunstjes aangeleerd en dat wil ik nou gewoon aan jullie laten zien. En dan ga ik ook nog wat voetballen. Het waait wel heel veel, dus ik hoop dat de bal niet alle kanten opvliegt. Ik ga er niet op zitten, dat doe ik dan nog niet. Dat doe ik dan een keer in een andere video, daar heb ik een heel leuk idee over. Maar goed, dat zien jullie dan. Dus ik ga nu Stanley pakken en dan ga ik hem daarna klaarmaken voor de vrijheidsdressuur en voetballen. Ik zag wel dat iemand aan het longeren is, maar goed, maakt niet uit. Ik moet toch de Stanley nog even pakken en poetsen en vlechten in doen. Dat laat ik zo ook nog zien. En ik ga nog even guasha behandeling doen met Stanley. Ik ga zo meteen uitleggen waarom ik dat ga doen. Dus hopelijk is degene daarna al klaar en anders pak ik misschien gewoon de binnenbak, mocht daar niemand anders gaan rijden. Maar goed, de longeerbak is net wat fijner, die is ook wat kleiner. En dan zit ik niet met mijn grote bal in de binnenbak. Dat vind ik altijd zo wat ongemakkelijk. Maar goed, ik ga nu Stan pakken. En dan ga ik hem poetsen, zoals ik al zei. Voor de vrijheidsdressuur gebruik ik deze snoepjes. Van Vitalbix is dat. En die zijn hartstikke gezond. Dus die vindt hij ook lekker. Deze snoepjes gebruik ik voor de... Ja, ook voor de gewone training, maar dit zijn al nu, die ga ik nu gebruiken voor vrijheidsdressuur. Nou, Stanley zit lekker aan het zonnetje, hè kerel. Zien jullie trouwens een snoep deken? Ik ga wel zo meteen zijn hals opdoen. Ja, hij heeft wel door dat ik snoepjes heb, hè Ellen. Hé, hey, knap het. Heb je je deken heel gehouden? Ja, maar zo kan ik niet kijken. Oh, ik zie al één dingetje los, dus die gaan we even vastmaken. Ja. Maar dit is een nieuwe deken, er zit ook nog een hals bij. Dan ga je nu al... Hij gaat alvast beginnen. Omdat ik zo meteen bij Stanley weer zijn hals om ga doen, ga ik hem eens even invlechten. Nou, ik heb ze vlechtjes ingedaan. Yeah. Nou, wat ik ook heel belangrijk vind is, zodra ik met vrijheidsdressuur ga doen, dat ik Stanley een beetje opwarm. Dat ga ik nu met mijn guasha steen doen. Ik zal hem even erbij pakken als ik hem kan vinden. Ja, hier heb ik hem. Dit is de guasha steen. Hier ga ik Stanley even mee strijken. Ik ben geen guasha therapeut. Maar ik heb met mijn opleidingsdagen heb ik wel een beetje de basis van geleerd. Dus ik ga nu hiermee een beetje opwarmen, strijken als het ware. En wat ik ook ga doen, voordat ik allemaal ga beginnen met vrijheidsdressuur en dat soort dingen, ga ik hem even analyseren. Kijk, ik ga geen hele moeilijke dingen van hem doen, maar ik vind het wel belangrijk dat de spieren een beetje opgewarmd zijn. Daarnaast is Stanley natuurlijk ook al wat ouder, hij wordt 22 in mei. Dus ik wil natuurlijk blessures voorkomen, dus dan ga ik hem nu even hier wat mee doen. En daarna ga ik hem heel eventjes analyseren en daarna... Ga ik de kunstjes laten zien aan jullie die hij kan. Zoals nogmaals, het zijn geen hele ingewikkelde kunstjes, maar toch vind ik het belangrijk. Van zo'n guasha is dat ik kan zien waar Stanley op reageert. Zoals reageerde hij een klein beetje onder zijn buik en bij zijn hoeven, bij zijn benen kan dat zijn. Dat hij ook denkt dat hij op heel braaf op moet tillen om de hoeven uit te krabben. Dat is wel heel leuk om te zien. In bepaalde plekken vond hij echt heel gelijkschevend. Ging hij ook zuchten, een beetje chillen. En op bepaalde plekken vond hij het lastig. Tenminste reageerde hij er wat op. Of dat niet per se betekent dat hij ergens last van heeft. Maar ik moet het wel in mijn gedachten houden van, oh, mocht hij toch ergens last van hebben,
dan weet ik dat. Oh, wacht, toen reageerde hij erop. Dus dat is ook het voordeel van de kwastje. Of gewoon als je ook gewoon aan het poetsen bent, kijk even waar je paard op reageert. Toevallig weet ik, met scheren reageerde hij ook op zijn buik. En normaal gesproken had hij dat iets minder. Maar goed, betekent het niet dat hij gelijk wat heeft. Hij is verder goed en hij eet goed en weet ik het wat allemaal. Maar ik moet het wel gewoon een beetje in de gaten houden. Nou, zoals ik al zei, ik ga eerst even steriliseren. En daarna ga ik wat kutjes met hem doen. Stanley nou zojuist even warm gelongeerd, een beetje oefeningetjes gedaan. En nu ga ik jullie wat vrijste suikertjes laten zien. Nou, zoals jullie kunnen zien, Stelling kent niet zo heel veel keuzes. De buiging zou ik eigenlijk met een balkje tussendoor moeten leren, zodat hij leert dat hij niet met zijn achterbenen over de balk moet. Dat ga ik nu dus niet doen. Ik ga nu lekker voetballen met hem. Nou, qua vrije dressuur heb ik natuurlijk niet zo heel veel laten zien. Wel een beetje het voetbal, want ik hoop dat jullie het ook een beetje leuk vonden. Dus, het is nog wel leuk om Stanley aan te leren. Ik ga hem niet leren stijgen of zo, want hij is natuurlijk ook een stukje ouder. En hij is wel een Stanley. Ja, Stanley wil mijn drie poten lopen. En ik wil graag misschien wel wat kleinere dingetjes bijpakken. Maar geen gekke dingen zoals stijgen of wat dan ook. Stellen we nou naar mijn zweeps lopen.
Nou, stel ik krijg naar het gras eentje ook even zijn hapje. Zo, hoppa. En dan ga ik even alle zooi opruimen. Dan ga ik weer eten. Stanny staat weer lekker in de hit. Ga maar naar je vriendjes toe. Hij lijkt echt niet, want jij hebt nog snoepjes. Dat weet ik zeker. Ja, dat heb je goed. Lekker hè, snoepjes. Ja. Ga dan maar weer naar je vriendjes. Ja, lekker. Nou, ik hoop dat jullie deze video alsnog leuk vonden. Stijn liet niet zo heel veel zien, maar goed, voetballen vond hij uiteindelijk toch wel weer heel leuk. Bedankt voor het kijken. Doe eventueel een duimpje omhoog als je dit video leuk vond. Laat eventueel een reactie hieronder achter. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!